biotechnologie gaan we even bekijken naar aanleiding van 3 voorbeelden. We beginnen biotechnologie. We gaan recombinant DNA techniek bekijken. Er is veel over te doen. Mensen hebben vaak een heel uitgesproken mening. En er is een heel soort van nieuwe biologie. Spelen met genen, spelen met DNA. En we gaan eerst kijken wat het is. Stel je voor, zoals de laatste paar filmpjes, DNA, we hebben hier menselijk DNA. En dat menselijke DNA, weet je, daar zitten 20.000 genen op. En die 20.000 genen, daar willen we er eigenlijk maar één van hebben. Want stel je voor, we willen insuline hebben. En we willen insuline hebben op de manier waarop de mens het maakt. En we willen dat heel veel hebben, want steeds meer mensen die lijden aan diabetes. En die diabetes, die kan je, hoe zou ik het zeggen? Je kan een redelijk normaal leven hebben als je voldoende insuline tot je beschikking hebt. Nou, dat was tot voor kort was dat heel erg lastig. Dat moest uit het bloed van dieren gehaald worden en dat was heel erg veel werk. En dat was dus heel erg duur. Nu, sinds een aantal jaar kunnen we het bacteriën laten maken. En dan is het heel goedkoop. Ja, want we kunnen heel veel bacteriën opkweken. Die maken insuline. Hoe doen we dat? Nou, dit is dat menselijke DNA. Dit is het insuline-gen en dat knippen we eruit. De mensen die het DNA-lab hebben gedaan, die hebben dat ook gedaan. Knippen een stukje uit dat DNA. Dat hoeft maar in één cel te gebeuren. Dus het enige wat jij of die onderzoeker hoeft te doen, is je hebt maar één menselijke cel waarvan je zeker weet dat daar het goede insuline-gen in zit. En dat is het. Dat insuline-gen, dat knip je eruit met 2 kleine schaartjes. Die schaartjes die zijn op bepaalde plekken te koop. Je weet precies waar je moet knippen als je een goede onderzoeker bent. Dan knip je dit gen eruit. Dan houden we dit stukje over. En je ziet al, die 2 strenge DNA, de een is net wat langer dan de andere. En dat is heel erg belangrijk. Ja, want we willen hem straks op een ander stukje DNA gaan plakken. En het plakt alleen als het ene stukje wat overlapt, zodat hij netjes op een ander stukje DNA kan plakken. Komen zo. Hier zien we een stukje van een DNA van een bacterie. En het mooie van een DNA-bacterie is dat hij rond is. Nou, dat DNA dat is rond, is cyclisch en dat ligt los in die bacterie, want die bacterie weet je, die heeft geen kern. En als dat opengeknipt is, dan zie je, dan vouwt het iets open en dan zie je ook weer hier scherpe kantjes. Nou, het mooie is, we hebben hem op zo'n plek, we hebben hem opengeknipt, dat dit menselijke stuk DNA, wat hier zwart gekleurd is, past hier heel netjes in. Dan is het lusje weer gesloten. En als het lusje gesloten is, ja, heb ik hem even verkleind, dan kunnen we hem weer terugplaatsen in de bacterie. En hebben we nu voor het eerst een insuline producerende bacterie. En dat is mooi, want die bacterie die gaat zich nou gewoon delen via mitose en nog een keer delen. En voordat je het weet heb je een hele fabriek vol met die bacteriën die alleen maar in mooie tonnen zitten. En die bacterie produceert insuline 24 uur per dag, hoeven niet te staken, hoeven geen salaris. Ja. En dat betekent dat de prijs van insuline dus van heel erg duur naar heel erg koop gaat. Dus dat is een goede zaak. Dit proces staat hier. Genetische modificatie. Dat is de naam die biologen aan dit proces hebben gegeven. Nou, een recombinant DNA techniek. Wat wil dat nou zeggen? Nou, je recombineert, dus je doet het opnieuw van het DNA en het is een techniek. Wat combineer je? Nou ja, het menselijke DNA en dat van een bacterie. Dat is niet zoals dat in de natuur kan voorkomen en daarom hebben sommige mensen hier een probleem mee. En die noemen het dan niet genetische modificatie, maar die noemen het wat nastier, wat gemener, genetische manipulatie. We manipuleren het DNA, maar ik als bioloog denk dat een genetische modificatie dat een veel betere term is. Ik heb nog 2 voorbeelden van biotechnologie. Bijvoorbeeld, we hebben 2 cellen. En die 2 cellen, onder bepaalde omstandigheden, dat staat ook in je boek, kunnen we die dwingen om 1 cel te vormen. En dat moet je een paar keer doen. En hopelijk gaat het dan 1 van de keren goed. Meestal geef je zo'n cel dan een stroomstootje. En dan heb je een hybride cel. En die hybride cel heeft met een beetje geluk, nou heeft de eigenschappen van cel 1 en cel 2 bij elkaar.
lichaamscel. Ze hebben een lichaamscel van mij. En ik heb een eicel. In die eicel zit natuurlijk een kern in. En die kern die is haploïd. Die heeft 23 chromosomen, als het een menselijk eicel is. Deze lichaamscel heeft ook een kern. 46 chromosomen, is diploïd. Ik kan die kern uit die lichaamscel halen. En die stop ik in de kern, of in de eicel. En dan sloop ik wel eerst, stift pakken, sloop ik wel eerst deze kern eruit. Dus, ik krijg een eicel die een lichaamskern, een lichaamscelkern aan de binnenkant heeft. Nou, die heeft dan, die eicel, die denkt dan, hij denkt natuurlijk niet, maar de signalen binnen die cel zijn zo, dat die cel zich gaat delen, en dit groeit uit tot een nieuw organisme. En wat voor soort organisme? Nou ja, het was mijn lichaamscel. Dus het groeit uit tot een nieuwe Marcorum. Dat zou toch een feest zijn. Nou, dat mag alleen niet, want het heet klonen. Klonen mogen we niet mensen doen. We hebben zo afgesproken binnen de Europese Unie. Dat mag dus niet. Dus helaas voor jullie geen tweede Marcorum erbij. We hebben het wel met een ander organisme gedaan. 10 jaar geleden met een schaap gedaan. Een schaap heet Dolly. En Dolly was het eerste gekloonde hogere organisme. Het eerste gekloonde schaap. Ja. Goed. We hebben nu 3 voorbeelden gehad van biotechnologie. De recombinant DNA techniek. We hebben maken van een hybride cel of klonen, hebben we gezien. Dat zijn 3 voorbeelden. Die zijn heel actueel. En als je de hoek van biologie opgaat, of het nou puur biologie is, of je gaat geneeskunde doen, biomedische wetenschappen, die kant op, dan zal je hier ongetwijfeld mee te maken krijgen. Want dit is een nieuwe tak van sport en daar valt nog veel in te ontdekken. En we weten dus heel veel nog niet. Goed. Hoop dat het weer nuttig was. Draai hem nog een keer terug, het filmpje, als je het niet helemaal begrepen hebt of het gaat te snel. Sla je boek erop naar.